Hallo iedereen, de meesten kennen mij misschien wel, maar ik ben Flora Vermeers en ik sta hier met twee toponderdelen van onze ploeg. Dit is onze Ridley Nova Fast, topfiets, al zeg ik het zelf. En dit is mijn grootvader, Noël Vermeers. Noël, zeg eens, wat maakt deze fiets zo speciaal? We rijden allemaal met de Nova Fast, een hele goede machine waar iedereen tevreden van is en ik hoop jij ook. Vertel ons eens wat meer, we rijden, met welke banden rijden we en welke verschillende soorten setup hebben we daarvoor? We rijden met Vittoria banden. We hebben verschillende breedtes. We hebben 25, 28 voor de wedstrijden zoals Parijs-Roubaix en gravel wedstrijden. Of waar dat gravel in zit, rijden we met, soms gaan we proberen met 32 of met een 30. En dan hebben we ook de hoogte. Vele rijden met 60 hoog, anderen met 45, sommigen met 30. Dat is dan vooral voor ons klimmers. En de pedalen, sinds dit jaar nieuw? Ja, top. Sinds dit jaar rijdt iedereen met Shimano-pedalen. Met welke versnellingen rijden we? Iedereen heeft een Shimano-groep op zitten, 54-11. Ja, het buitenblad kan nog een beetje gekozen worden, maar sommige jongens rijden dan nog met een 56. Maar over het algemeen iedereen 54-11 nu. En daarop is een KMC-ketting gemonteerd. Oké. En de cockpit, aerostuur en ik zie ook een Garmin. Ja, iedereen rijdt met Garmin. De renners zijn heel tevreden over een Garmin en het stuur, de cockpit, is, alles zit ingewerkt. Niks van kabels meer te zien, alles mooi weggewerkt. Wat een bracket, hoe zit dat juist? Dat is van SEMA, keramische lagers. Heel snel en heel goed. Kepa, merci voor deze interessante uitleg en vooral deskundige uitleg. Bedankt luisteraars om te kijken en ja... Gaan we nu een koffie drinken zeker of zo? Ik weet niet. Merci.